Vandaag ga ik met Tos iets heel leuks doen. Ik heb mijn tas al ingepakt. We gaan namelijk met een groepje meiden in een museum slapen. Ik heb al heel veel museums gezien en bezocht, maar nog nooit in een museum geslapen. En ik heb er heel veel zin in. Alleen, ik ga Luna wel een beetje missen. We gaan ook heel veel leuke dingen doen, maar dat is nog een verrassing, zelfs voor mij. Ik ben hier nu aangekomen bij Museum Rotterdam. Ik ben Jolanda Paardenkamp. Ik ben een van de vrouwen die centraal staat in de Expo Girl Power, die in het Museum Rotterdam gehouden wordt. Hij is nog te zien tot en met 8 maart, Internationale Vrouwendag. En de expositie is gewijd aan succesvolle Rotterdamse sport. Ik probeer zelf zoveel mogelijk bij de evenementen te zijn van Rotterdamse sporticonen, maar ook in de werkingssporten. En mijn toernooi, de Jolanda Paardenkamp Classic, is een toernooi speciaal voor kinderen met een beperking. Een tafeltennis toernooi. En dat wordt dit jaar in november weer gehouden. Wat ik persoonlijk nog wel heel leuk vind om te vertellen, want ik hou wel op deze scherpen, is dat van alle mensen die hier staan, alle power girls, krachtvrouwen die hier staan, ik ben degene met de meeste internationale medailles op EK's, WK's en Olympische Spelen. En dat is een beetje kinderachtig, maar dat vind ik eigenlijk wel leuk. Moet je dat het beste ben. Nou ja, ik heb dat gehoord van Jurrit, hè, die de tentoonstelling gemaakt had. Die zei tegen mij, Jolian, jij hebt de meeste medailles van allemaal. Toen dacht ik, wow, dat vind ik dan wel kikker, want ik sport niet meer. Tenminste, niet meer op wedstrijdniveau. Maar dat ik dan van al deze vrouwen toch op de een of andere manier ook nog de beste ben, dat vind ik dan wel weer gaaf. Kinderachtig als dat dan is. Dus dat vind ik leuk. Wij gaan hier zo een wedstrijd rennen en misschien zijn we nog wel sneller dan Nelly. Jullie proberen, is dat goed? Ja. Jij wilde weten hoe ik het kan doen. Nou, ik lig hier. Ik ga hier liggen en dan kan ik het gewoon. En hier staat dat ze 180 kilo kan doen. Zo, 35. Ja, heel hard slaan, nog meer. Ja, ga door. Nog meer. Kom op. Ja, hard. Heel hard slaan. Goed zo, concentreren. We gaan nu naar de Euromast en we gaan zo vertrekken. We gaan nu eten en jullie zien zo meteen waar. Bij de McDonald's. En ik heb er echt heel veel zin in. Want ik heb honger. We gaan nu beginnen met de pedicure. Het is eigenlijk al best wel laat. Maar voordat we gaan slapen gaan we eerst nog een leuke film kijken. Ik heb er zin in. Onze toekomstige Olympische oefeningen altijd samen bij ons thuis in de gang. Nu is het eindelijk zover. Ik ga slapen in een museum. Ik lig al in de tent samen met mijn vriendin Judith. Hoi. Ik lig al in mijn slaapzak en ik heb er heel veel zin in. Ik zie jullie morgen. Hallo allemaal. Ik ben net wakker en heb echt heel lekker geslapen vannacht. En nu gaan we ontbijten. Eindelijk zover. We gaan de watertaxi in. Hij staat al klaar. We gaan alle kanten op. Thank you.
Wat is het mooi zeg. Hoe leuk. Nu gaan we lekker eten.